Big ass, what the fuck is dit nou weer? Wat is dit? Ik heb uh, vijf. Bijna gratis. Nou ja, bijna gratis is altijd overdreven. Maar ik heb, ik heb vijf webcams gekocht uit China. We gaan die vandaag reviewen. Hier liggen ze. Notebook staat klaar. Laten we beginnen. Pak deze eruit. Dat is goede shit. Dit is het doosje, het uh, full HD webcam. USB, plug and play, widescreen video, built-in microfoon, angle support adjustment, made in China uiteraard. Het doosje ziet er niet heel jovel meer uit. Als het product werkt, waarom niet? Ik pak even mijn kladblokje erbij. Ik ga ook gelijk checken wat, uh, wat de prijs ook alweer was, want dan ben ik stiekem wel een beetje vergeten. Cam nummer 1, we pakken hem gelijk uit. We zien hier een manual, we zien het doosje die echt uh, naar de tyfus is. Webcam manual, product structure diagram. Nou, we hebben een USB-kabel. Een trestle USB-port, mic hole. Dus uh, een full HD webcam. Oké, okay. oké, okay. full HD. Hij is driver-free, dus hij heeft geen driver. Sound absorbing en noise reducing microphone. Ah, oké. Okay. Ik ben heel benieuwd wat voor noise reducing microphone dit is. Dit is de webcam. We gaan, we gaan alles categoriseren. USB-kabel, you know. Dit, is, uh, dit, 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 dit zou ik wel categoriseren als lang. Bouwkwaliteit: Ja, het is, uh, het is plastic. Nou, voor de rest, uh, weet je, op zich uh, ziet dit er wel oké okay uit. We hebben hier een uh, screwhole om hem op je statief te zetten. Nu komt de test, we gaan hem uittesten. We gaan kijken naar uh, kwaliteit van camera en shit, you know. En dan gaan we kijken wat hij die, wat die daarop doet. Dus ik ga hem aansluiten en dat zit. Ik hoop dat hij het in één keer doet. Kabel is echt, is echt lekker lang. Het, uh, zal ik deze, deze even meer zo houden? Juist, ja, dan uh, zien jullie hem ook. Het lampje brandt hier al, dus dat uh, is nice. Wow. Oké, okay, de camera is aangesloten. Holy shit, ik ben echt verbaasd. Eerlijk, een studiolamp schijnt op mij. Holy shit, morris, ik ben echt verbaasd. What the fuck? Oké, okay, er, er schijnt nogmaals, er schijnt een studiolamp op mij. Um, en ik neem alles in 24 fps op, dus. Het kan zijn dat hij iets hoger FPS heeft. Holy shit, oké, okay, hold up. Adverteren met dat ik hem op Full HD kan zetten. Hij heeft inderdaad de Full HD-resolutie, zie ik. En dit is, uh, hij staat nu op Full HD, dus ja, uh, yeah, dat is nice. Hij heeft wel een beetje een fish eye lens. Dat vinden sommige mensen juist heel tof. Dus mocht jij voor fish eye willen kiezen, ja. Uh, yeah. Hij heeft een Fish, eye lens. Uh, fish eye lens. Sorry. Uh, ik doe even die lamp uit. Ik ben ook wel benieuwd hoe hij uh, het doet zonder die lamp aan. Hold up. Even kijken hoe hij het dan doet. Dan gaat hij natuurlijk zelf wat licht toevoegen. Um, dan wordt hij wat slomer. Maar ik moet zeggen wel wat korreliger. Ik heb hier alleen nog deze lamp. Mijn raam eigenlijk. Maar die staat echt best wel ver. En zo licht is het hier echt niet in de ruimte. Ik ben echt verbaasd uh, qua, qua settings man. Bij deze. Oké. Okay, ik heb mijn bitrate eventjes iets hoger gezet van, uh, van de opname. Zodat die wat beter overeenkomt of overkomt bij jullie. Dus ik heb hem op 10.000 gezet. Ik ga nog eventjes uh, deze lamp aanzetten. Scherpte zit gewoon goed. Deze heeft de test 100% gehaald. Alleen... Hoe is audio? Dat is het ding. We switchen even over naar audio. Dit is audio van de webcam die ik nu op mijn uh, notebook heb. Ik zie wel dat hij echt fucking hoog gaat. Ik ga nog even kijken of ik dat kan aanpassen, uh, dat, dat ik audio even wat zachter zet. Want volgens mij is hij nu echt zwaar aan het klippen. Weet ik niet zeker. Hallo, hallo, hallo. Ik heb echt op 6% staan nu. 6% audio is dit. Ik weet niet hoe ik klink. Misschien klink ik goed, misschien klink ik slecht. Dit is hoe de audio is van webcam nummer 1 in de beschrijving. Ik heb audio even teruggeluisterd en audio klonk wel echt hol. Klonk heel blikkerig, uh, veel ruis. Dus audio was echt niet bruikbaar. Uh, dus qua audio scoort hij heel slecht. Maar qua video heb ik hem echt beoordeeld op goed tot zeer goed. Ik vond hem echt super nice. Die was 11,77 euro. Dus de eerste kost 11,77 euro. We gaan door naar de volgende. Webcam, Videoconferencing, Photographing, e-learning. Ik ben toch wel benieuwd of dit allemaal dezelfde shit is. Dus uh, dit ziet er eigenlijk wel hetzelfde uit qua beschrijving. Dit is uh, webcam nummer 2. Twee. Deze tweede webcam kost 11,17 euro cent. Dus dat is uh, de prijs uh, van de tweede. Komt wel overeen met die, uh, met die andere, dus 11 cent. Nou, Daar zit een stickertje op. Die halen we er even af. There we go. Ja, voor de rest, bouwkwaliteit komt wel overeen met de vorige. Alleen het design lijkt anders. Voor de rest ziet hij er wel echt vrijwel hetzelfde uit, moet ik zeggen. Het is niet echt een. Ik zie niet een duidelijk verschil of zo met, uh, met de vorige. Dus wat dat betreft, uh, op zich gelijk. We gaan hem gewoon gelijk inpluggen en we gaan checken wat hij, wat hij doet qua beeldkwaliteit. Oké, okay, de, de camera is aangesloten. Vergeleken met de vorige is deze echt super hard ingezoomd. Dat was echt een breedhoek. Dat was echt een fish eye zelfs. Persoonlijk vond ik die. Als ik gelijk moet beoordelen, vind ik dat chiller. En deze lijkt ook minder scherp te zijn. Ik weet het niet. Kan ik nog iets aanpassen hier? Hij staat op full HD. Misschien als ik hem op lage resolutie zet dat hij iets anders wordt. Nee, dan wordt hij gewoon alleen maar muffere kwaliteit. Misschien iets hoger. Nee, uh, nog hoger. Nee. Dit is het. Groter dan dit wordt hij niet. Hij werkt. Uh... Maar het is minder kwaliteit. Ik zou zeggen, zo'n gemiddelde kwaliteit. Het is best wel veel hier. Hier zie je dat. Uh, heel veel ruis. Ik zie ook dat mijn, mijn huidskleur ziet er gek uit Ik weet het niet. Het is, het is voor mij gewoon niet echt appealing om deze te gebruiken. Uh, voor een beetje videoconferencing. Voor een beetje kantoordingen en vergaderingen. Prima. Maar echt voor livestreamen en zo zou ik deze niet gebruiken. Dus ja, I don't know. Ik ben er geen, ben er geen fan van. Voor 11,17 euro. En 17 cent. Dit is audio-kwaliteit van deze webcam. Um, zo klinkt deze webcam. Uh, ik ben Morog, Ik maak een video over webcams uit China. En vandaag praat ik over deze. En deze kost 11,17 euro. En, 17 cent. en dan krijg je deze kwaliteit qua audio. Ik heb net eventjes beeld teruggeluisterd. En um, ja, op zich klinkt deze webcam dan wel weer beter dan de vorige. Dus ik zou zeggen, qua audio scoort deze dan wel weer prima. Ik hoorde wel een klein fluttertje of zo op de achtergrond, maar voor de rest, um, ja, was die best prima. Dus wat dat betreft uh, uh, was dit prima audio om te gebruiken, denk ik. Ik zou zeggen, um, oké, okay. het is oké okay audio. Zo zou ik hem denk ik scharen. We gaan door naar de volgende. Dat is deze. Deze komt gewoon in een zakje. Voor de rest uh, niks bij. Dus uh, ja, is ook niet nodig. Alleen in een zakje. Volgens mij krijgen we er niet eens gebruiksaanwijzingen bij. Maar ja, hadden we die net nodig? Nee, ook niet. What the fuck is dit? Dit is niet eens een webcam. Oké, okay, um, het wordt een review van vier webcams. Laat de vijfde maar zitten. Het worden uh, vier webcams, jongens, als jullie dat goed vinden. Het, uh, de vijfde, die laten we zitten. We gaan door. Dit is eenzelfde doos als de, diegene die we net. Maar had ik niet vijf webcams gekocht? Even kijken hoor. Ja, ik heb er wel vijf gekocht. Heb ik ze allemaal gekregen? Is die afgeleverd? Is er misschien eentje nog niet aangekomen? Ja, er is er eentje nog niet aangekomen, blijkbaar. Nou ja, dit is, uh, het is wat het is. We, we reviewen er gewoon vier. Ik dacht serieus dat het een webcam was en ik ga nu gewoon de video afmaken. Fuck it. Alright, dit is eigenlijk dezelfde doos. Ik ga hier niet nog een keer heel lang bij stilstaan. Zelfde doos als eigenlijk de eerste die we hebben gereviewd. Op zich moet dat wel, uh, moet dat wel iets, uh, iets goeds uh, brengen. You know? Zelfde gebruiksaanwijzing. Dat, uh, dat is niet heel gek. Weer in een plasticje. Oké, okay. oké. Okay. Iets ander design. Eerst even naar de USB-kabel kijken. Waarschijnlijk dezelfde lengte ook. Nee, dit is een iets kortere kabel. Medium. Deze kost 9,24 euro. 9,24 euro. Dus hij is iets goedkoper. En nu gaan we kijken naar beeld en audio. Ja, ze zijn allemaal een beetje dezelfde bouwkwaliteit. Het is niet echt dat ik iets merk qua... Of hij meer, of uh, beter of slechter is. Er zit nog wel een folietje overheen die eraf moet. Dat is toch niet goed voor mijn beeldkwaliteit. Ja, yeah, that's it man. We gaan hem testen. Hij is wel een beetje wankel. Kijk dit. Ik bedoel, ik raak hem, ik raak hem nog net aan en, en hij valt gelijk naar voren. Dus. Maar ja, als je hem vasttape of zo, dan uh, zal het waarschijnlijk wel prima zijn. We gaan hem testen. Alright. Uh, oh. Holy shit. Deze is echt tyfus, as Dit is holy shit. Ik moet hem even aanpassen. Het voelt gewoon alsof ik in, uh, weer terug ben op MSN-tijden, man. Voor de mensen die dat kennen. Jezus! Ik krijg hem niet eens. Ik bedoel, het is zo'n wankel. Dit is echt onbruikbaar. Laat ik dat even voorop zetten. Hij is super hard ingezoomd. Qua kwaliteit is hij echt muf. Even kijken, kan ik hem op iets anders zetten? Aangepast. Standaard van apparaat. Oké. Okay. Oh, dit is wel iets beter. Standaard van apparaat. Maar wat is dit dan? Wat is dit voor resolutie? Want dit is op 27 p Dit is op uh, 480. Dit is 480p. Oké. Okay. Dus hij werkt wel iets beter op 480p. Dus hij is niet full HD. 480p, that's it, boys. Staat ook niet op de doos of zo, of wel. Full HD webcam staat erop. Gast, Dit is bullshit. Dit is geen full HD webcam. Look at this. Staat gewoon hier op de doos. Full HD webcam. Beeld is uh, muf. En dan audio. Oké, okay, we doen nu een audiotest. Dit is een audiotest. Om dus uh, te kijken wat. Ja. Uh, yeah. wat, wat ben ik aan het kijken? Dit is een audiotest, jongens. Audiotest. Om te checken of dit, uh, of dit goed is. Dit is de webcam. Webcam nummer 3, deze kost 9 euro en 24 cent. Dit is wat je krijgt qua audio en qua beeld. <coughs> uh, deze webcam, audio en beeld, deze kan per, per directe prullenbak in. Weg met die shit. Die is, nee. 9 ,24 euro 24 cent is niet de moeite waard. Echt niet doen. Qua audio niet, qua beeld niet. Webcam nummer 3 is bullshit. Dan uh, zijn we aangekomen bij webcam nummer 4, de laatste van vandaag. Die heeft zelfs een statiefje erbij. Dus dat, ja, dat dat is wel sick. Deze kost 12 eurotjes en 6 cent. Dus die ja, ze zijn allemaal wel een beetje in dezelfde price range. Deze is ietsje duurder. Dus deze is op zeggen een 20, 30, 40 cent duurder dan de rest. Als je kijkt naar de beste die we tot nu toe hebben getest. HD 1K camera staat er. Autofocus, Ultra HD 2 miljoen geen idee wat ze daarmee bedoelen, maar uh, het zal wel. Ik denk dat ze gewoon wat kreten erop gooien om het wat aantrekkelijker te maken. 8 mm, dus dit is waarschijnlijk ook een fish eye. 30 fps, full HD, that's it. Uh, het is wel een grote doos, moet ik zeggen. Big ass, what the fuck is dit nou weer? Wat is dit? Wat is dit nou weer voor fucking webcam? Hoe groot is dit ding wel niet? Dit is, dit is belachelijk. Dit is echt een belachelijk grote webcam. Alleen daarom al vind ik hem muf. Maar oké, okay, je krijgt er wel in ieder geval een, uh, zo'n dingetje voor uh, die je ervoor kan sliden zodra jij, ja, you know, wat uh, dingen doet voor je computer. <coughs> Waarbij je wilt dat je webcam niet meekijkt, you know? Kabel is, uh, is lang. Kabel is lang. Dit ding is echt ongelooflijk groot. Maar goed, als hij daardoor betere kwaliteit heeft. Zou ik het nog wel kunnen overwegen om hem te gebruiken? Mocht ik geen camera's hebben en zo. Uh, ja, dit ding zit wel een beetje los. Je hebt wel gelijk een instrument te pakken, dus dat is nice. Oké, okay, laten we hem testen, man, voordat ik hem aan het slopen ben hier. Voor 12,6 euro krijg je ook nog een klein statiefje erbij. En dat is wel nice. Oké, okay, dit is uh, camera, sorry, webcam nummer 4. Hij is wel een beetje. Ik zal een beetje die kant op. Wacht, heb ik de de webcam te pakken, ja. Yeah. Autofocus zegt hij. Nou heeft hij autofocus? Hij wil autofocus. Qua scherpte, you know prima, prima. Hij kan qua belichting kan hij het niet echt goed zelf reguleren. Ik ga toch even kijken of hij beter wordt als ik dat bijvoorbeeld zelf doe. Nee, belichting staat al op min 14 en ik kan het ook niet eens aanpassen. Ook nu pas, ik heb hem nu op auto gezet, maar hij doet niet zoveel daarin. Daardoor lijkt ik heel erg, ja, heel flat is het. Het is echt, een, uh, it's echt uh, flats, you know? Het is flats. Voor <laughs> uh, 12,6 euro 6 cent heb je een prima camera in huis. Maar qua grootte, ja, het is belachelijk. Je hebt wel dit dingetje wat je ervoor kan schuiven, dus dat is wel nice. Voor de rest, ja, uh, yeah, het it is een veel te groot ding, joh. Dit is toch belachelijk? Kijk hoe groot dit is. Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja. Het yeah. is oké, okay, het is oké, okay, oké. Okay. Uh, beeldkwaliteit is, uh, ik zou zeggen, oké. Okay. Nou, dit is de microfoonkwaliteit, uh, de mic quality van deze webcam. Dat is webcam nummer 4. Uh, dit is wat je krijgt qua beeld en dit is wat je ook krijgt qua geluid. Hij is 12 euro. en 6 cent. Dit is het. Audio heb ik teruggeluisterd van webcam nummer 4. Het is ook echt weer super muf. Dus uh, ja, man, het is echt super muf. Ja. Het is het ook niet helemaal, jongens. Ik pak nog eventjes mijn aantekeningen erbij. En uh, ja, de duidelijke winnaar qua beeldkwaliteit en qua eigenlijk bruikbaarheid van de webcam is de eerste geworden. Dat is deze. Die was 11,77 euro. Qua hoe hij lichtsterkte uh, uh, zelf kon instellen, uh, was gewoon echt perfect, man. Hoek was ook nice. Het was een wat bredere hoek, waardoor je dus zelf ook nog een beetje kan inzoomen. Deze webcam heeft zeker weten, zijn best gedaan. En Full HD 30 FPS. Ik was er heel blij mee. De rest was uh, qua beeld, was echt super muff. Komt echt niet uh, in de buurt. Deze ook echt niet uh, bruikbaar. Deze helemaal niet. Deze beeld was matig. Maar qua kwaliteit van audio was deze dan wel weer de beste. En dit is nummer 2. Maar uh, ja, dit is hem voor mij ook niet, jongens. De, de, de winnaar. Voor mij is gewoon webcam nummer 1. Je mag zelf ook nog oordelen, maar ik had deze 100% aangeraden aan iedereen als je kijkt naar deze vier webcams. Dat was hem voor deze keer. De linkjes staan allemaal in de beschrijving voor deze producten. Vond je dit leuk? Gooi een duimpje omhoog, laat een comment achter met welke jij van deze vier het lekkerst vond, man. En dan gaan we hem afsluiten. Ik wil jullie bedanken. Thanks voor het joinen. Abonneer op mijn broeder en dan zie ik jullie wellicht bij de volgende keer dat wij kijken naar Chinese producten en dat ik ze ga reviewen. Dankjewel en tot de volgende keer, man.